Ja, straf. Wat? Nee, maar dat zou wel heel straf zijn. We waren op zoek naar iemand die een uur tijd had om... Hè? Maar tijd is relatief. Er zijn verschillende manieren om een uur tijd te hebben. Bijvoorbeeld? 3 keer 20 minuten? Ja. Maar wacht eens. Jolande Wouters, Nathalie Kremers en Veerle Nuis zijn elk 20 minuten weg geweest. Aansluitend. Verdomme. Pieter. Wacht eens. Je hebt alles? Ja. Kom even zitten, kom. Je hebt dat goed gedaan. Wat? Je hebt goed gekozen. Eerst de politieschool en dan werken voor de politie. Dat is gewoon een job, hè? Ah, meestal toch, want soms zijn er dingen die je ontdekt die je liever niet zou weten. En dan moet je de juiste beslissing nemen. Ja, dat is niet gemakkelijk. Hè. Ja, dat weet ik. Maar zo gaat dat. Er zijn geen zekerheden in het leven. Behalve dat jij de komende minuut gaat beslissen of dat jij een goede politieman gaat zijn. Of niet. In de kleerkamer van Nathalie. Verpakt en gelabeld, zoals we hebben geleerd. Volgens mij hebben ze het samen gedaan. Aan ieder stuk van de moord. Ik vond dat zo raar. Het zijn eigenlijk 3 heel goede vriendinnen en op die 5 beginnen ze ineens ruzie te maken.